In deze serie date ik met mensen die jij misschien niet zo snel tegenkomt. De vragen die ik mijn gast stel, komen vanuit onze Instagram community. Laat in de comments weten wie jij hier wilt zien zitten. Deze week date ik met Lonne. Zij is opgegroeid met een verslaafde vader. Ik begin met een paar dilemma's. Drank of drugs? Drank. Bier of wijn? Bier. Wel of niet verslavingsgevoelig? Niet. Alleen of samen drinken? Samen. Boos of vergeven? Vergeven. Hoe kreeg je door dat je vader een verslaving had? Ik heb zelf van het begin niet te veel van meegekregen. Ik begon op een gegeven moment wel dingen te vinden. Dat er lege flessen ergens in de tuin lagen of volle flessen. Of flesjes water waar dan helemaal geen water in zat, maar alcohol. En ja, we hebben in de woonkamer een best wel groot raam. En als ik daar dan voorbij fietsen, dan zag ik zo'n flesje water op tafel staan. En dan kwam ik binnen en dan was het weg. Papa dronk eigenlijk nooit water. Het was altijd koffie of alcohol, denk ik. Heb je dan ook al door dat het een probleem is of zo? Of denk je dan gewoon van, mijn vader drinkt? Nou, ik was best jong. En op dat moment wist ik wel dat papa niet mocht drinken vanwege zijn leven falen. Dus dan weet je ja, dat hij niet mag drinken, maar dan drinkt hij toch. Dan denk ik, ja, dan krijg je wel vraagtekens. Waarom mocht hij dan op een gegeven moment niet meer drinken? Hij had vroeger best wel veel gedronken al. En toen is hij op een gegeven moment ontslagen bij zijn werkgever. En toen is eigenlijk zijn verslaving begonnen. En in het begin ging dat wel goed. Gewoon, ja, hij kon het gewoon aan. Hij dronk wel vaker. Maar op een gegeven moment, toen kreeg hij leverfalen. Was hij mee naar de dokter geweest en die had gezegd, ja, je moet echt niet meer drinken, anders dan wordt er daar een transplantatie. Maar hadden jullie het er dan niet over of zo? Want dan zie je hem dus wel drinken, maar je weet dat het niet mag. Ja, we zeiden het wel tegen hem van, ja, we zagen net dit en dit en hoezo? Zei hij, ja, maar ik drink helemaal niet. Ja, dan heb je eigenlijk weinig te zeggen nog. We hadden het er onderling wel over, hoor, met mama en mijn broer en mijn zusje. Maar ja, hij ontkende het wel zelf. Dat ook wel een kenmerk is van een verslaving. Wat voor een impact had zijn verslaving op jullie gezin? Ja, wel veel eigenlijk. Achteraf vertelde mama bijvoorbeeld dat als wij een kinderfeestje hadden, dan was al te veel druk en te veel stress voor papa, daar kon hij niet aan. En dan ging hij aan de alcohol en dan lag hij uiteindelijk weer dronken op de bank. En dan moest de familie komen helpen met een kinderfeestje terwijl hij binnen op de bank lag. Het was ook gewoon geen gezonde relatie tussen die twee. En dat hadden wij ook wel door. In wat? Ik had wel zijn mama gevraagd van waarom ga je niet bij hem weg? En dan vertelde ze van ja, dat kan ik niet. Ik kan een zieke man niet alleen laten. Dus dat was ook wel heel heftig om te horen. Wat dacht jij daar dan over, als je dat hoorde? Ik vond het sneu van mama. Het was geen makkelijke man op een gegeven moment niet meer. Gewoon, ja, ze nam het altijd wel voor hem op. Ze bleef het voor hem opnemen. Ja, dat was heel moeilijk om te zien. Ook verdedigen tegenover familie en vrienden. En ze raakte ook vrienden kwijt door het gedrag. Was hij bijvoorbeeld ook wel eens soms agressief naar jullie? Nee, gelukkig niet. Wel verbaal, maar niet fysiek. En wat dan wel verbaal? Uitschelden, echt zere plekken raken. Ja? Ja. Wat natuurlijk ook wel heel agressief is natuurlijk, ja. Maar dan verbaal inderdaad. Wat zei hij dan? Ja, ik weet niet precies hoe het ging, maar ik zei van waarom heb je dan kinderen genomen? En zei hij, ja, mama wilde dat. Zo, ja, het is niet fijn om te horen. Kon je vader, ondanks zijn verslaving, wel enigszins een vader voor je zijn? Nee, eigenlijk niet. Ik heb hem nooit echt gezien als vader. Ook omdat hij gewoon heel vaak gemeen tegen mij geweest is. En mama vertelde wel dat hij vroeger een lieve man was. En ja, ook als ik foto's terugzie dat ik op zijn nek zat of zo, dan denk je, hij is wel ooit een vader geweest, maar ik heb het zelf niet zo ervaren. Maar zette hij hem dan gewoon een soort van helemaal buitenspel? Hij deed niet mee of zo? Nee, ik vroeg wel ooit gewoon wat hoor, maar ja. Hij heeft gewoon zoveel opmerkingen gemaakt waarvan je denkt, dat zegt een vader niet tegen zijn kind. Dan, ja, op een gegeven moment dan sluit je het gewoon uit, dan denk je, ja, het hoeft niet. En mama die werkte dan, die heeft echt weken van 100 uur gewerkt. En dan lag ze even op de bank uit te rusten en dan zegt ze, ligt hij nou alweer op de bank? Dan denk je ook, ja, ze werkt al zoveel, ze mag ook wel een beetje rust hebben. Ja. En als je daar dan iets van zei, dan werd hij ook weer boos. Maar in welke dingen zat het hem echt toen? Wat had je toen willen doen, die je dus niet kon doen? Ja, ik heb altijd wel gewoon het band met een vader gemist. En ik denk dat het misschien ook wel komt. Mijn vader is zelf ook heel vroeg zijn vader verloren. Het was in 4. Dus hij heeft ook nooit een vaderfiguur gehad. Ja. Dus ik heb altijd bij mezelf gedacht, zou het daardoor komen? Zou hij gewoon niet weten hoe hij een vader moet zijn? Wat voor een impact had de verslaving op je vaders gezondheid?
Heel veel. Op een gegeven moment was hij zo ziek. Zijn lever deed het gewoon niet meer. Hij zag geel, gele ogen. Die deed het gewoon helemaal niet meer en daardoor zag hij er geel uit? Ja, bij lever, dat is kenmerk van leverfalen. Oh. Dat je een gele kleur krijgt, omdat je lever, ja, die reinigt je lichaam. Ja, die krijgt natuurlijk zo'n opdonder al. Ja, al zo lang. En, toen hebben ze gezegd, ja, je mag niet meer drinken. En dat deed hij toen toch. Oh ja? Blijven gaan. Ja, dus toen is het uiteindelijk helemaal bergafwaarts gegaan. Kwam hij op de transplantatielijst. Hadden ze gevraagd aan ons of we de stekkers eruit wilden trekken, omdat hij zo ziek was. En toen heeft hij zelf gezegd van, nee, ik wil doorgaan. Ik ga de stekker er niet uittrekken. En toen werden we gebeld s'nachts dat er een lever voor hem was. Oh my god. Dus toen moesten we naar Rotterdam. Want zijn hele lever die was helemaal verrot. Ja. Dus toen moesten we naar Rotterdam. En toen heeft hij een nieuwe lever gekregen. En toen? En toen was hij een heel andere man, opeens. Ja? Ja. Een heel ander karakter. Niet positief. Maar en wat was er dan allemaal anders? Hij werd nog gemener. Zijn persoonlijkheid werd er niet beter op. Was hij toen gestopt met drinken? Nee. Ja, en dan denk je, dan krijg je een tweede kans en dan gaat hij gewoon door. Maar hoe was dat, zeg maar? Dat hele ding dat jij er dus op hoopt dat hij... Of nou ja, dat jullie allemaal als gezin erop hopen dat hij stopt en dat hij gewoon doorgaat. Daar word je heel boos van. Vooral omdat er zoveel mensen zijn die ook een tweede lever nodig hebben. Die er niks aan kunnen doen, bijvoorbeeld door een ziekte. En die krijgen hem dan niet. En dat hij zijn tweede lever gewoon verziekt eigenlijk. Maar gewoon als je denkt aan dat meisje wat je toen was. Van hoe was dat? Ja... Ik heb gewoon een groot deel van mijn jeugd gemist. Dat vind ik jammer. Ook vergeleken met anderen. En hoe ging dat toen verder met zijn gezondheid? Ja, hij is uiteindelijk ook ziek geworden. Want toen hij zijn levertransplantatie heeft gekregen... kreeg je medicijnen tegen het afstoten van mijn lever. Omdat je lichaam moet dat natuurlijk accepteren. Alleen, die zijn kankerverwekkend. Dus daar heeft hij uiteindelijk kanker van gekregen. Slokdarmkanker. Oh. Ja, en twee keer volgens mij, twee of drie keer. En uiteindelijk is het zo uitgezaaid in zijn bovenlichaam en heeft hij euthanasie gedaan. Want wilde hij dus dood? Ja, uiteindelijk wel. Door de kanker of door die verslaving, denk je? Ik denk een combinatie van beide. Ja. Ik denk dat hij zelf ook wel zag dat het niet goed met hem ging. Had jij ook meer vrede in je hoofd doordat dit gebeurde, ook met alles wat er was gebeurd? Ja, het was een passend einde. Want ja, oma was op dat moment ook ziek, de moeder van papa. Dus het was nog de vraag wie er eerder zou gaan. Omdat ze allebei slecht lagen. En uiteindelijk toch oma eerst. En papa drie weken daarna. Ja. Dus ja, het had zo moeten zijn. En van hoeveel sprake was er nog van die alcoholverslaving in dat einde? Die is er altijd gewoon gebleven. Ja, we hebben ook de ochtend voordat hij euthanasie deed, had zat hij aan de schobbelaar en wij in de campagne om het af te sluiten. Ja. Ja. Gek toch ook, dat iets wat je dan eigenlijk, wat je leven lang dus zo veel heeft verziekt eigenlijk voor je pa, dat je dat aan het einde dan toch even omarmt. Ja. Hoe was dat? Bijzonder. Ook dat je proost op een sterfdag van iemand. Hoe voelde dat hij er niet meer was en dat dus ook die verslaving er niet meer is? Ja, het gaf wel rust. Ik ben op een gegeven moment ook... Ja, ik zat eerst in Eindhoven op school dan, dichtbij. Toen ben ik daar gestopt ook omdat ik de school niet fijn vond. Maar ik wilde ook heel graag op kamers gewoon, omdat ik het thuis ook niet fijn vond. Ja. Dus dat heb ik uiteindelijk ook gedaan. En dat deed me ook al goed. Ja, nieuw leven, nieuwe dingen. Ja. Ben je nog boos op je vader? Nee. Ik denk het eigenlijk niet. Nee. Het is een verslaving. Ik weet niet of je daar per se echt iets aan kan doen. Als je verslaafd wordt. Maar het wordt heel vaak gezien als iets van iemand doet dat zelf. Maar ik denk dat er zoveel meer bij komt kijken. En hij bood nooit zijn excuses aan. Of had nooit ergens spijt van of zo. Of dat zei hij in ieder geval niet tegen ons. Ook, ja, hij zei ook nooit dat hij trots was op ons of zoiets. En dat zei hij allemaal op zijn laatste paar uur. Dus... Voor het eerst? Voor het eerst, ja. Dus dat maakte wel veel goed. Hoe was dat? Dat maakte veel goed? Ja, het was altijd heel luchtig en niet emotioneel. En dat paste niet bij hem. En dat hij dat dan toch zegt op zijn laatste dag, doet wel veel, ja. Ja. Ook al is het voor het eerst. Heb jij nou iemand die je graag zou willen zien? Laat het dan weten in de comments. En ben je benieuwd naar het hele gesprek? Check dan onze podcast. Dat was hem. Top.
Hey, hou jij eigenlijk van warme koffie of ijskoffie? Ik lust geen koffie. Oh.